Halleluja, I bring glory to your name. Ik hoop echt dat je deze aanbiddingstijd hebt kunnen genieten van de tegenwoordigheid van God. Dat je hebt kunnen genieten van de woorden die er in de liederen voorkomen. En dat je of hebt meegezongen of hebt geluisterd. En dat je de heerlijkheid, de glorie van God, dat je die hebt ervaren. Dat je die hebt gevoeld op de plek waar jij nu bent. Zodat je kan versterken zodat je kan bekrachtigen en bemoedigen. Ik bid dat dat. En ik hoop dat dat is gebeurd vanochtend. En dat je zo, als het ware, in de rust bent gekomen. Dat je bent gekomen dicht bij de Heer Jezus, dicht bij de Vader. Waar vrede is en waar zoveel blijdschap en liefde is. En vandaag gaan we een heerlijke tijd met elkaar hebben. Ik heb een boodschap voorbereid. En God heeft me daar wat dingen over laten zien. Daar was ik al een tijdje mee bezig. En ik probeer dat vandaag aan jullie als het ware over te brengen. Wat God me daarin heeft laten zien. En dat heeft alles te maken met wat we aan het einde van de dienst gaan doen. En dat is samen avondmaal vieren. En ik hoop dus dat je een beetje sap of wijn hebt. En een stukje brood of een cracker. Om straks met ons het avondmaal mee te vieren. En ook voor de kinderen, als je ouders het goed vinden, doe mee met het vieren van het avondmaal. Want. Dat is heel goed om te doen. En heel vaak als we avondmaal vieren. dan staan we stil bij het verbroken lichaam van onze Heer Jezus. En dan staan we stil bij het bloed wat gevloeid heeft. voor vergeving van onze zonden. En dat is goed. Daar is niks mis mee. Maar ik wil vandaag stilstaan bij een ander aspect. Als we lezen in 1 Korinthe... Dan, dan staat er in 1 Korinthe dat de Heer Jezus zegt: En deze beker. Deze beker staat voor het nieuwe verbond. Een nieuw verbond. En daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. Dat er dus een beker is gekomen, dat de bloed van de Heer Jezus staat voor het nieuwe verbond. Dat er een nieuw verbond is gekomen. En als we aan. Als we in het Nieuwe Testament lezen en we lezen de brieven van Paulus, bijvoorbeeld aan de Romeinen of aan de Efeziërs of aan de Galaten, dan wil hij daar als het ware mee met die brieven een geloofsfundament bevestigen. Hij is in deze gemeente geweest en hij heeft daarin, ja, als het ware, de, de gelovigen geleerd hoe dat het is. Wat het Evangelie inhoudt, wat het goede nieuws inhoudt. En met deze brieven bevestigt hij nog een keer aan deze gemeente hoe het eigenlijk zit. Waar moeten ze nou rekening mee houden? Hoe zit het ook alweer? En bijvoorbeeld schrijft hij aan de gemeente, in, aan de Romeinen, daar schrijft hij van in Romeinen 5, vers 17. Want als er door de overtreding van de ene, dat is Adam. De dood geregeerd heeft door die ene. Veel meer zullen zij. die de overvloed van de genade. en de gave van de gerechtigheid ontvangen. in het leven regeren door die ene. En dat is Jezus. Want als door de overtreding van Adam. de dood geregeerd heeft, door hem. Veel meer zullen zij die overvloed van genade en de gave van de gerechtigheid hebben ontvangen. in het leven regeren door Jezus Christus. We weten allemaal dat door Adam de zonde in deze wereld is gekomen: dat de mens onder de macht van de zonde is gekomen en dat de dood heeft geregeerd, maar dat door Jezus Christus. Wij kunnen leven en regeren, kunnen regeren in dit leven. Overvloed van de genade en de gave van gerechtigheid hebben wij ontvangen. En niet alleen als we sterven zullen we met Hem leven, maar nu al mogen we leven en regeren door de dood van Jezus Christus. En die denkt daar misschien van. Nou, dat klinkt wel mooi. Maar dat is niet echt hoe mijn dagelijkse situatie eruit ziet. Het is niet echt hoe mijn leven eruit ziet dat ik kan zien dat ik regeer in het leven. Dat ik overal invloed op heb. En dat is ook een beetje het gevaar als wij een getuigenis horen. Als wij een getuigenis horen van hoe mensen. Regeren in dit leven, hoe ze meer dan overwinnaar zijn. Hoe ze door Jezus altijd de overwinning behalen. En dan kan het zomaar zijn dat we denken: van ja, wat, wat hij heeft, dat moet ik ook, of wat zij heeft, dat moet ik ook proberen te bereiken. En dan gaan we dingen proberen te doen. Nou als ik nou vaker ga bidden. als ik nou meer in de Bijbel ga lezen. als ik nou. Twee keer in de week ga vasten, dan, dan kom ik daar misschien ook in de buurt. Dan kan ik dat misschien ook doen. Regeren in dit leven. En soms zijn het ook anderen die je proberen te overtuigen. Dat als je de juiste set met regels en wetten hanteert, dat, het dan, dat je dan wel. In die overwinning kunt staan, of dat je dan wel in die overwinning kunt leven. Maar weet je wat Paulus zegt aan de Galaten? U bent van Christus losgeraakt, u die de wet wilt, door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Zegt Paulus in Galaten 5, vers 4. Weet je wat jullie proberen te doen? Jullie proberen door de wet gerechtvaardigd te worden en zijn daarmee uit de genade gevallen. Je maakt regels en je denkt daarmee dat je goedgekeurd kunt worden door God. Dat je goedgekeurd en aanvaard zal worden door God, door wat jij zelf kunt bewerken. Maar weet je, in de tijd van Paulus ging het ongeveer zo. Paulus ging op reis. Die kwam op een plaats. God maakte hem duidelijk dat hij daar een gemeente moest stichten. Die begon daar te spreken. Mensen kwamen naar hem toe. Hij onderwees ze. Er gebeurden wonderen. Er gebeurden tekenen. Hij bleef ze onderwijzen. Hij bleef ze vertellen over het Evangelie. Hij bleef ze vertellen dat de Heer Jezus was gekomen. En dat er voor hen een nieuw verbond zou, uh, is. Dat er een nieuw verbond is gekomen. Dat er een nieuwe realiteit is gekomen. Dat ze niet langer door de wet te houden. In een goed blaadje kunnen komen te staan bij God. Maar er is maar één weg tot God en dat is de, door de Heer Jezus. Dat is wat Paulus op elke plaats leert. En als hij er dan is weggegaan, dan komen er na Paulus, komen er andere christenen die misschien gewend waren om vanuit hun Joodse tradities allerlei wetten en regels te houden. En die kwamen in de. In de in Galatië. En die zei dan: Oh, jullie, jullie geloven in de Messias. Jullie geloven in onze Messias. Ja, we geloven in de Messias. Maar, maar je bent niet besneden. Ja, dan, dan, dan is het niet echt. Dan is het niet echt. Je moet wel besneden zijn. Ja, en je houdt de sabbat niet. Maar als je de sabbat niet houdt, dan is het niet echt. Dan is het niet volledig. Dan, dan kun je wel denken dat je bij de Messias hoort. Maar dan is het niet zo. En ja, we hebben ook feesten, weet je dat. Maar. Ja, als je die niet, niet houdt, als je niet die feesten doet, ja, dan, 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 hoor je, dan hoort het niet echt. Dan is het er niet. En, en dan hoort Paulus daarvan. En die schrijft een brief. En dat is de brief van de gelaten. En Paulus is pislink. Mag ik dat woord gebruiken? Ik heb het al gedaan. Pislink is die. Hij zegt, wat is het nou? Hoe zit het nou met jullie? Willen jullie nou echt weer door de wet gerechtvaardigd worden? En dan zijn jullie daarmee uit de genade gevallen. Je probeert allerlei maniertjes te doen om daarmee God te behagen. Wat doe je nou? Zegt Paulus, wat doe je nou? Ik ben zo duidelijk geweest toen ik bij jullie was. Ik heb jullie alles geleerd en dan komt er na mij komen er anderen en die vertellen iets anders en dan ga je dat proberen. Jullie die al in Christus waren, jullie die al helemaal geaccepteerd waren door de Vader in Christus, gaat weer terug naar je oude gebruiken. Proberen door de wet gerechtvaardigd te worden. Domme, domme gelaten, zegt Paulus. Dom. Je hebt het leven. En je probeert door de wet meer leven te krijgen dan je al hebt. En je hebt in Christus alles gekregen. Je hebt in Christus alles ontvangen. Domme gelaten. Je bent al in Christus, zegt Paulus. Jullie zijn al. Jullie waren in Christus. Jullie hadden alles. En nou probeer je het toch nog weer. Met allerlei regeltjes en maniertjes. Probeer je God te behagen. En eigenlijk doet Paulus hetzelfde in de brief aan de Romeinen. En in de Romeinenbrief in hoofdstuk 7. legt hij het op een wat andere manier uit. Maar het is dezelfde boodschap. En hij vergelijkt in de Romeinenbrief. Vergelijkt hij de wet met een echtgenoot. En de mensen zijn getrouwd met die echtgenoot. Met de wet. En deze man is niet zo'n makkelijke man om mee getrouwd te zijn. Want het is nooit goed genoeg. Je moet altijd beter presteren voor deze man. Deze man is veel eisend. En die vertelt je moet dit doen en je moet dat doen en je moet zus doen en je moet zo doen. En deze man. Die zit nooit fout. Als dus je denkt: van ja, maar ik. Nee, die heeft altijd gelijk. En weet je wat het vervelende is? Hij vraagt wel veel van je, maar hij helpt je niet om dat te bereiken. Om te bereiken wat, wat hij aan je oplegt. En volgens de wet is er maar één manier om van deze man af te komen. En dat is als deze man sterft of als jij sterft. En Paulus zegt: "En de wet, die sterft nooit. Die is er voor eeuwig." Maar zegt Paulus: "Als je in Christus bent, dan ben je met hem gestorven en dan ben je losgemaakt van die man. En dan zal je aanhangen dat is ook weer zo'n term die gaat over huwelijk. En dan zal je aanhangen degene die is opgestaan uit de dood. En dat is Christus. Je bent als het ware dood voor de wet. Je bent gestorven aan die oude man. En je bent nu met een nieuwe man. En dat is niet zomaar. Dat is opdat je zou vruchten dragen voor God. Gestorven. Gestorven in Christus, met Christus, en opgestaan en je bent als het ware gestorven voor die oude echtgenoot. Dat is het voorbeeld wat Paulus gebruikte voor de Romeinen. Om ze te laten zien, als je met Christus bent, als je in Hem bent, dan ben je gestorven voor de wet. Dan hoef je niet meer aan alle regeltjes van die echtgenoot te voldoen. Want dat is niet meer jouw leidraad. Jouw leidraad is geworden Christus. Jezus. Dat is zo'n geweldige boodschap. Dat is zo'n geweldige boodschap voor de Romeinen, voor de Efezen, voor de gelaten. En voor Culemborg en voor Nederland. Dat we niet meer getrouwd zijn met die oude echtgenoot. Maar dat we getrouwd zijn met Christus. Dat we niet meer, als het ware, geregeerd worden door de zonde en door de dood. Maar dat we met Christus leven hebben. De wet, de oude echtgenoot, kan geen leven voortbrengen. Die kan je niet rechtvaardigen. Die kan geen leven voortbrengen. Maar Paulus zegt tegen de Romeinen. Als je met Christus bent, als je in Christus bent, dan zul je vrucht dragen. Dan kun je leven voortbrengen. Dat is regeren in dit leven. Dat je dus niet meer een slaaf bent, maar dat je vrij bent. Dat je vrij bent om te leven in Christus. En hij schrijft dat in Romeinen 7 vers 6: "Maar nu zijn wij ontslagen van de wet." Gestorven aan dat waaraan wij vastgebonden zaten. We zijn gestorven aan dat waar wij aan vastgebonden zaten. Dat is, daar zijn we van losgemaakt. We zijn ervan ontslagen. We hoeven daar niks meer mee te maken te hebben. Degene waar we mee te maken hebben, is Christus. Zodat wij in nieuwheid van de geest dienen en niet in de oudheid van de letter. Jij en ik. Wij zijn ontslagen van deze wet. En dus het is niet. De weg om, God, om door God geaccepteerd te worden. Door aan deze wet vast te blijven houden. God heeft jou aanvaard. Niet om wie jij bent, maar om wie Christus is. God heeft jou goedgekeurd en aanvaard. Volgens de brief aan de gelaten zegt Paulus, die wet die is nuttig. Totdat je tot besef gekomen bent dat je een redder nodig hebt. En vanaf dat moment is die zinloos. Vanaf dat moment heb je hem niet meer nodig. Want dat moment word je ervan losgemaakt als je je redder hebt ontmoet, als je je leven aan Jezus hebt gegeven, dan ben je gestorven met Christus en dan ben je opgestaan en dan mag je regeren in dit leven met Christus losgemaakt van het Oude. Hij zegt zelfs tegen de gelaten. Als de wet in staat zou zijn. Als de wet het vermogen zou hebben. om leven te brengen. dan zou gerechtigheid wel door de wet gekomen zijn. Gelaat 3, vers 21. Als de wet, als het, de, de oude echtgenoot. het vermogen zou hebben. om jou gerechtvaardigd. om jou goedgekeurd en aanvaard te krijgen bij God. als dat, die het vermogen zou hebben. dan was het zo gegaan. Maar dat is niet zo. Paulus is daar heel radicaal in. Dat is niet zo. Je kunt niks toevoegen aan de goedkeuring en de aanvaarding van God door Jezus Christus. Daar kun je niks aan toevoegen, want dat heet genade. Het is een cadeau die genade heeft. En door genade ben je goedgekeurd en aanvaard door God. Daar kun je niks meer aan toevoegen aan deze kant. En Paulus die zegt tegen de gelaten van, wat doe je nou? Ga je nou toch nog proberen zelf te doen? Ga je nou toch nog proberen door wat anderen tegen je zeggen, door wat anderen je influisteren, je eigen, je eigen redding, je eigen goedkeuring te bewerken? Hij zegt: blijf in Jezus. Blijf in Christus. En Jezus zelf zegt: als jij in mij blijft. En ik blijf in jou, dan draag je veel vrucht. Dan kan ik voortdurend door jou heen werken. Het is belangrijk dat we in Christus zijn, dat we ons dat realiseren. Dat op het moment dat er geluiden op ons afkomen, die ons proberen weer terug te brengen in de oude situatie, ik moet iets doen. om als het ware in een goed blaadje te staan bij God, dan proberen we. Met een oude methode. iets op te lossen. Paulus zegt: het gaat niet werken. Het gaat niet werken. Want als je in Christus bent. ben je gestorven voor deze man. Je hoeft niet meer naar hem te luisteren. Je hoeft zijn regels niet te volgen. Paulus zegt: Wij hebben de overvloed van gedaden. en de gave van de gerechtigheid ontvangen. Zodat we in dit leven regeren. door die ene, namelijk Jezus Christus. Het is een. In de voorbeden zijn we rijk. Ik geloof dat God vandaag een cadeau wil uitdelen. Dit is het cadeau. Dit is het cadeau dat jij er niks aan kunt toevoegen. Dat als je in Jezus bent, dat je het ontvangen hebt. Dat je het hebt en dat je, het, dat je er niks meer aan kan toevoegen. Dan alleen maar vruchten dragen door Jezus. Vruchten dragen door Jezus. Wat het oude je nooit kan brengen. Want dat is de bediening van de dood. Dat brengt geen leven. De wet is onvruchtbaar. Kan geen leven brengen. Het enige wat hij doet is je aanklagen. Heb je dit nog niet gedaan? Heb je dat nog niet gedaan? Dat had wel een tandje meer gekund. Oh, nou, daar had je ook nog wel een beetje meer mee kunnen doen. Heb je dat ook al niet gedaan deze week? Alleen maar oordeel. Alleen maar veroordeling. En alleen maar schuld en, schuld en schaamte over datgene wat jij niet kunt. En Jezus weet dat. Die zegt, en daarom doe ik het. Daarom heb ik het gedaan. En hoe meer we terugvallen op de dingetjes die we zelf wel zouden kunnen doen, hoe lastiger het wordt. Want dan zegt de duivel: Iedere keer als wij iets ons herinneren, dan zegt hij: ja, maar dan ben je dat zeker ook nog vergeten. En dat is wat God nou juist niet wil: dat we eer geven aan de aanklager. Want zo wordt de duivel genoemd, de aanklager. De aanklager van de broederen. En ook de zusters hebben er last van. Niet alleen de broeders. En daar moeten we vandaan blijven. Zo, nee, aanklager. Er is iemand die betaald heeft. En Paulus zegt tegen de gelaten. Welke tovenaar is er bij jullie langsgekomen om jullie te betoveren? Wie heeft er met jullie, met jullie gedachten gerommeld... zodat je denkt dat je, dat je het toch zelf moet doen... terwijl het zo overduidelijk is dat het een cadeau van God is? Romeinen 8, vers 1, daar zegt, daar zegt Paulus tegen de gelaten... Nu, zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Dat is niet nu, dat is nu. Dat is morgen, dat is overmorgen. Dat is over vijf jaar, dat is over vijftien jaar. Dat is over honderd jaar, dat is over duizend jaar. Dat is over een miljoen jaar. Nu is er geen veroordeling als je in Christus bent. Ja, maar nee, er is geen veroordeling. Er is geen oordeel als je in Christus bent. Dan hoor je bij hem. En... Soms denk ik ja maar, het is makkelijker om, om me aan een paar regels te houden dan om te geloven dat het echt zo simpel is dat er gewoon als je in Christus bent dat er geen oordeel is. En Paulus zegt zo makkelijk is het. Het is zo simpel. Hij legt aan de Colossense in Colossense 2 vers 14 uit en hij heeft u toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met Zijn bepalingen, dat zijn wetten, tegen ons gericht. En Hij heeft het uit ons midden weggenomen. Door het aan het kruis te nagelen. Als je in Christus bent, dan zijn alle bepalingen die gebaseerd zijn op wetten, die zijn als het ware vergeven. Dat handschrift, al die dingen die zijn opgeschreven, die heeft hij weggenomen, heeft hij uitgewist. En die heeft ze aan het kruis genageld. Dat is van jou en van je buurman. En van, dat heeft hij gedaan. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En toch, als iemand dan iets vertelt, oh, doe, doe je dat niet? Vast jij nooit? Ja. ja, dan kan God je niet echt zegenen. Oh, jij houdt geen stille tijd? Nee, ja dan, ja, dan vind je het dan gek dat je moeilijkheden in je leven hebt. Oh, jullie bidden nooit voor het eten? Nou, ah, dat hoort wel. Oh, kijk je niet meer naar de dienst? Ja, dan kan God je niet echt zegenen. Ben jij wel zo en zo en zo? Of kijk je wel op die en die en die manier naar bepaalde theologieën? Nee, dan kan God je niet zegenen. Het woord van het oordeel is sterker dan het woord van de genade. Maar dit verhaal dat zegt van er is een, er is een wet, er is een, er is een handschrift die de wet geschreven heeft. En die jou kan houden aan van hoor je daarbij of hoor je daar niet bij. Volg je de wet of niet. En dat handschrift daarvan zegt Paulus, het is weggehaald. Datgene wat tegen jou gebruikt kan worden, dat is vergeven. Dat te, wat, datgene wat tegen jou gebruikt wordt, dat is aan het kruis genageld. En dat is weg, dat is weg. Het is niet zo van, nou dat hebben we even in een, in een laadje geduwd en dan doe ik dat laadje weer open en zeg ik, ja ik heb het nog wel. Ik, ik, ik zal het nu niet even niet gebruiken, maar ik heb het nog wel. Maar Paulus zegt, nee het is weg. Het is gewoon weg. Er is geen veroordeling voor, voor degene die in Christus zijn. En dat is het cadeau. Dat is het cadeau wat God je wil geven, wat God je gegeven heeft. En waar, je in, waar je vrijmoedig in mag wandelen, zodat je kunt regeren. In dit leven. Betekent dan dat alles gaat op jouw manier? Nee, dat betekent regeren niet. Dat betekent dat je geen slaaf meer van de zonde bent, maar dat je kunt regeren. Dat je door de genade de kracht hebt om te leven van binnenuit, van, de, van God, die binnenuit in jou woont, door de Heilige Geest en door de Heer Jezus. En je vanuit daar de dingen laat zien. Hoe vaak gebeurt het niet dat mensen tot geloof komen? Bedenk eens aan, aan jouw dag, toen jij tot geloof kwam. Misschien, misschien, knielde je bij je bed, of misschien ben je naar voren gegaan. En heeft iemand met je gebeden of op een tienergroep of weet ik veel waar? En weet je nog dat je hoe blij je was, dat je dacht van: wauw, vandaag, vandaag zijn al mijn zonden vergeven. Ik ben, ik ben helemaal schoon. Of als je mensen die net gedoopt zijn. Dat ze uit het water komen. Dat ze bij wijze van spreken de hemel willen aanraken. Totdat die persoon komt. En zegt, ja maar. Je rookt nog. Of je doet dit nog. Of je moet. Ja, je, je, moet, je, moet, je, moet je hoort er nu wel bij. Maar je moet wel andere kleren gaan dragen. Of je moet je wel anders. Maar nee, dat moment. Dat je in Christus kwam. Dat was het moment. Dat was het moment. En er staat er: Jezus die betaalde deze prijs volledig. En hij deed het één keer voor allemaal. Voor echt iedereen. Je kunt het niet geloven, maar het is echt waar. Het is echt waar. Er staat er: Jezus deed het één keer voor allemaal, voor altijd. Dat je in zijn genade mag leven. Dat je goedgekeurd en aanvaard bent. Onder het Oude Verbond. Als je gezondigd had, als je daarvan af wilde komen. dan ging je met een volmaaklam naar de priester. En die priester die pakte de lam en die zette het neer. En dan ging die kijken. Is die mank? Heeft hij gebroken pootjes? Is die, heeft hij misschien zweren of heeft hij misschien vlekken? Is hij misschien aan één oog blind of zo? Of, en dan ging hij dat lam controleren. Ze dus, nee, het lam is volmaakt. Ik kan geen fout aan dit lam vinden. En dan kon degene die ernaast staan, die kon vies en vuil zijn, die kon smerig zijn, die kon, weet ik veel wat gedaan hebben. Maar dat was totaal niet belangrijk. Hoe de persoon die het lam bracht eruit zag, of in welke staat hij was. Het enige wat belangrijk was, is dat er een volmaakt lam zou zijn. En als wij het avondmaal vieren, dan moet ik denken aan, aan dat Johannes de Doper. Dat Johannes de Doper die staat en die zegt van, die ziet Jezus aankomen. En die zegt, kijk daar, daar is het lam van God. Een volmaakt lam. Niet blind, niet mank, zonder zonde. Een volmaaklam. En die zal de zonde van deze wereld niet even in een tweede laadje doen, zodat hij het weer open kan doen. Nee, die de zonde van de wereld wegneemt. Helemaal weg. En dat is de genade waar wij onder vallen als we in Christus zijn. Dat de Heer Jezus de zonde van deze wereld heeft weggenomen. En dat we in Christus zijn. Overvloedige genade, dat is, de, dat is de titel van mijn preek. Overvloedige genade. God heeft je goedgekeurd en aanvaard. Niet omdat wat jij kunt, of wat jij ooit zal kunnen. Maar door Christus, door Jezus. Doordat we in hem zijn. Dat we... In hem begraven, met hem begraven zijn, met hem zijn opgestaan. Onze overtredingen zijn aan het kruis genaagd. Ze zijn weggenomen. Dat is wat we vieren met avondmaal. Ik wil een stukje lezen uit de Hebreeën. Hebreeën 10, vers 9 tot 14. En daarna sprak hij. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede daarvoor in de plaats te zetten. En dat is het oude en het nieuwe verbond. Op grond van die wil zijn wij geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Vers 10, eens en voor altijd gebracht. En iedere priester stond wel dagelijks te dienen en bracht vaak dezelfde slachtoffers, die de zonde toch nooit zou kunnen wegnemen. Maar deze priester, Jezus, nadat hij een slachtoffer voor de zonde geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God. Verder wacht hij. Op het tijdstip dat zijn vijanden tot een voetenbank voor zijn voeten gemaakt worden. Want met één offer heeft hij hen die geheiligd worden tot in eeuwigheid volmaakt. Priesters bleven maar offeren, bleven maar offeren. Die gingen nooit zitten, want die bleven maar offers brengen. Maar toen kwam Jezus en die bracht één offer. En daarna ging die zitten. Het is klaar. Het is volbracht, zei Jezus. Het offer is gebracht. Datgene wat de wet vereiste, dat er straf betaald zou worden, gebeurde. Jezus was zonder zonde, het volmaakte lam. En God maakte hem tot zonde, maakte hem tot een vloek, zodat jij en ik in genade kunnen leven. Besef je wel wat we straks gaan doen als we het avondmaal vieren? Besef je wel wat we gaan doen als we straks gaan zeggen van Heer, dit is de beker van het nieuwe verbond. Dat betekent dat je zegt, ik stop met te proberen te betalen met een betaalmiddel die niet meer geldig is. Want ik kan niet betalen. Ik kan alleen maar het cadeau aanvaarden wat Jezus voor mij heeft gekocht. En dat is genade. We gaan samen het avondmaal vieren. We gaan het brood en de wijn nemen. En we verklaren daarmee dat we deel hebben aan het nieuwe verbond. Je bent in Christus en door zijn offer verbonden aan de overvloedige genade. En je hebt het cadeau van rechtvaardigheid, gerechtvaardigd zijn. Het cadeau. Waarin je goedgekeurd bent, omdat er een volmaakt lam was die goedgekeurd is. Alles heeft Jezus weggedaan. Laat je niet veroordelen, want er is geen veroordeling voor degenen die in Christus zijn. Neem brood, neem de wijn, neem de beker. En zeg ik: Er is geen veroordeling, want ik ben in Christus. Ik neem Zijn lichaam en ik neem Zijn bloed. Want ik ben in Christus. Ik ben deel met Hem. En dat wil ik gedenken. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. Om met de woorden van Paulus te spreken: Laat je niet betoveren door het oordeel wat een ander op jou wil leggen. Door dingen waarvan anderen zeggen van deze regeltjes horen er ook bij. Laat je niet betoveren. Maar wees in Christus. In hem. Zodat je vrucht kan dragen. Dat is zo het verlangen van de Vader. Kom weg uit de wet. En kom in Christus. Zodat je vrucht kunt dragen. Ik wil degene, ik wil de ben naar voren vragen. En degene die mij gaan helpen bij het avondmaal. Jullie mogen nu thuis het brood en de wijn of de sap pakken. En dan wil ik een stukje van die tekst lezen uit 1 Korinthe 11, vers 23. En dan zullen John en Paul zullen mij helpen bij het uitspreken van de zegen. Paulus zegt, want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb. Dat de Heer Jezus in de nacht waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, het brak en de dankzegging uitsprak. Dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. John, wil jij een zegen vragen? Ja, Heer, toen we eerder in deze dienst aan het aanbidden waren, heer, zag ik u zitten op de troon. In uw macht en uw majesteit. En u daalde af. En ik zag u zitten in het hof van Gethsemane hier, waar u aan het bidden was. Heer, en u kon op elk moment kon u stoppen. Op elk moment kon u uitstappen en zeggen, ik doe het niet. Maar u deed de wil van uw vader. Heer, en ik stond daar en ik voelde de zonde. En ik voelde de prijs die ik moest betalen en ik kon het niet. En u zei: Ik doe het in jouw plaats. En u koos ervoor om die weg te gaan. U koos ervoor om te sterven aan het kruis. Zodat ik weer bij de Vader mocht komen. Heer, en u deed het niet alleen voor mij. U deed het voor ons allemaal. Halleluja. Heer, en als ik daaraan denk: Er is niks hier wat groter is dan dat geen liefde. Er is geen antwoord die ik u kan geven. Ik kan u niks geven, Heer, wat die prijs betaalt. En u deed het voor mij. U deed het voor ons. Voor ons allemaal. Halleluja. En er is niks wat we kunnen doen. En dat is uw liefde. Heer, en als we dit brood nemen, dan denk ik aan dat grote offer wat u heeft gebracht. Halleluja. En ik dank u, Heer. Ik dank u dat u zoveel van ons heeft gehouden, dat het niet uitmaakt wat we ooit hebben gedaan. Heer, u kocht ons vrij. Halleluja. Heer, dank u wel daarvoor. Amen. Laten we het nemen. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zei, deze beker, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls, gij die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls, u, als u dit brood eet en de beker drinkt, verkondig je de dood van de Heer totdat Hij komt. Paul, wil jij een zegenvraag over de beker? Voor offer, zoals Frank zei. Heer. Voor het bloed wat gestroomd heeft langs het kruis. Heer. Het bloed wat ons reinigt, Heer. Halleluja. Het bloed, bloed wat ons vrijmaakt, Heer Jezus. Heer, dank u wel, Heer, dat u die weg wilde gaan en moest gaan, Heer. Maar u wilde hem vooral gaan, Heer. Want u wist dat op het moment dat u zei het is volbracht, dat het pas begon, Heer Jezus. En ze staken een speer in uw zij hier en er kwam water uit. Heer. Het is een gruwelijk beeld menselijk gezien, maar het is zo'n mooi voorteken van het water, het teken van de geest wat de aarde raakt. Heer. Een voorbode van de heilige geest die u uit zou storten. Je heer. Heer, niet los zou laten, niet zou suggereren, niet zou aanbieden, maar uit zou storten, Heer Vader. Halleluja. Dat is een prachtig beeld, Heer Jezus. Zoals uw water uit storten. Levenloze water, als het ware eruit stranden, was het gelijk het eerste teken van leven, Heer Jezus. Alleluia. Dank u wel dat we dit bloed mogen drinken als een teken van leven, heer. heer. Het is misschien niet letterlijk uw bloed wat we hier hebben, Heer, maar we doen dit als gedachtenis, Heer Jezus. En als we dit drinken, Heer, laat het dan zo zijn, Heer, dat dat ons reinigt, Heer. Wegneemt, Heer, wat niet van u is, Heer Vader. Ziektes, gedachten die niet van u zijn, heer. Laat het wegspoelen met uw bloed, heer. Jezus. U heeft het offer perfect gemaakt, heer. Halleluja. Door zelf aan dat hout te gaan staan, hangen, heer. Het is in ons menselijk beeld zo gruwelijk, heer. Maar het is het mooiste offer, het mooiste nieuwe verbond wat we maar konden wensen, heer. En u had het allemaal al bedacht, heer, voor de grondlegging der aarde. Dank u wel dat u een plan met ons heeft. En dat u uw bloed ons reinigt, heer. In Jezus naam. Halleluja. Laten we het samen nemen. Halleluja. Dank u Jezus. Halleluja. Dank u Heer dat er geen oordeel is voor hen die in u zijn. Dank u Heer dat we vandaag, door dit avondmaal, hebben gedenken en bevestigen. Ik ben in u en u bent in mij. En als dat zo is, dan zullen wij veel vrucht dragen, Heer. Heer, dank u wel voor uw cadeau. Dank u voor uw geschenk. Uit liefde op Valentijnsdag. De dag waarin zoveel mensen elkaar de liefde verklaren. U verklaart de liefde elke dag aan ons. Want ook morgen, als de aanklager weer komt, kunnen wij zeggen: nee, er is geen oordeel voor, voor mij, want ik ben in Christus. En overmorgen. En de dag daarna en de dag daarna. Er is geen oordeel voor mij, want ik ben in Christus. Jezus heeft de prijs betaald, heeft het weggedaan. Dat heb ik afgelopen zondag. Ik dat weer opnieuw mezelf herinnerd, ben ik daar weer van overtuigd geraakt. Dat er geen andere manier is dan alleen maar door in Christus te zijn: om goedgekeurd en aanvaard te zijn door God. Lieve mensen, ik hoop dat je. Bemoedigd bent, dat je bekrachtigd bent, dat je loslaat, waar je van losgemaakt bent en dat je leeft voor en met de ene waar je nu aan vastgehecht vastge, bent, dat is Christus. In Jezus' naam, amen. We gaan nog een heerlijk lied zingen, dan sluiten we deze dienst daarmee af.